you live in Monaco, Switzerland. Monaco in the summer and Switzerland in the winter. Where do you feel the financial crisis the most? In my wallet. In your wallet. If Sean Connery hadn't taken all of his money out of the Royal Bank of Scotland, we wouldn't be in this trouble. Right. Het CPB was vandaag in nieuws. Die voorspelde voor volgend jaar een daling in de economische groei van 0,75%. En 2010 gaat het misschien al wat beter worden. En het klonk eigenlijk, hoe treurig de mededeling ook was, of het wel meeviel. Dus als je dan hoort dus dat de recessie, dat die maar 3/4% daling is, dan valt dat mee. En zeker als daaraan toegevoegd wordt dat het jaar daarna, 2010, dat het dan een plus 1% is, moeten we wel er rekening mee houden dat een normale Europese economie moet zo'n 2-2,5% groeien, wil er geen recessieachtig verschijnsel zijn. Dus dat betekent eigenlijk 1% groeien in 2010 is eigenlijk ook nog een beetje teruggaan, krimpen. In een toespraak die u heeft gehouden deze week zei u, als het nu de middeleeuwen waren, dan zou er een ware pogrom ontstaan. Een razzia op de bankiers. Werd er op gelachen toen u die toespraak zo hield of werd er instemmend geknikt? Nee, dat was in Tilburg op de universiteit en de mensen bleven serieus kijken. Ja. Want ik denk dat iedereen dat wel ook zo beleeft of aanvoelt. Beleeft u het zelfs? Durft u op een feestje nog wel te zeggen dat u topbankier bent? Ja hoor, dat maar dan van de Rabobank. Wel. Ja, maar wel van de Rabobank. Ja, we moeten ook winst maken, maar niet te veel. En als wij in de laatste 6 jaar, als we meer winst maakten dan 12 of 13 of 14%, dan zeiden we genoeg is genoeg. En dan ging dat met medeweten van de commissarissen. Genoeg. Wat is genoeg? Maar noemen jullie dat bij de Rabobank genoeg? Ja, nee, dat heb ik van mijn vader. Die zei altijd, een boer en een zog hebben nooit genoeg. En je kunt heel veel winst kun je op een hele goede wijze wegwerken door bijvoorbeeld voorzieningen te treffen voor slechtere tijden. Dat deden wij als Rabo ook. Maar als de bankiers rekening gehouden zouden hebben met dit scenario op dit moment in de Verenigde Staten, dus dat huizenprijzen dalen met 20-30%, dat miljoenen en miljoenen Amerikanen de schulden alleen niet kunnen voldoen, dan hadden ze die krediet ook nooit verstrekt. Dan was er überhaupt geen enkel krediet verstrekt. Maar dus het rekening houden met zo'n stressscenario zou niet reëel geweest zijn. But Sir Roger Moore, the Dutch title of your biography is For Altijd James Bond, Forever James Bond. Is that a blessing or a burden? Well, I'm very happy to be associated with something that was successful, and it has given me, I suppose, enough notoriety or celebrity to be of use to UNICEF as a spokesperson. But everybody is talking about Bond and not about your other movies. Is that a pity? No, I write about other movies I did. I've made many forgettable movies. Forgettable. Did you ever do your own stunts? I did the love scenes. All by yourself? Oh, without any help from anybody. But Sir Roger Moore was a totally different style James Bond than before, than Sean Connery. Well, my attitude to Bond was that how could he be a spy and have every barman in the world know him? You walk into a bar, they say, oh, martini shaken, not stirred, Mr. Bond. Everybody knew him. That's not a spy. So I played it tongue-in-cheek. Mm-hmm. Was it difficult to say the famous line, my name's Bond, James Bond, in another way than Sean Connery did? Well, I was always frightened that the only thing, you know, that I was frightened of was saying my name is, and it would come out, you know, my name is Bond, James Bond. But it didn't, and I managed to get it without being too sibilant on the S's. But probably there was a lot of pressure, a new James Bond. What, learning the line? No, not learning the line, but just becoming the new James Bond. I didn't think of it that way. You know, 4,000 actors play Hamlet. And why not? Why can't everybody have a go at it? Een belangrijke reden waarom je hier bent is omdat je een Tchaikovsky-vioolconcert hebt opgenomen. Omdat ik het een heel mooi concert vind. Omdat ik het gedurende 8 jaar heel veel gespeeld heb en voelde dat ik daar op de een of andere manier aan toe was. Maar er zijn meer topviolisten die dit ook hebben gedaan. Veel zelfs. Dan denk je, en toch ga ik het ook nog eens doen. En is dat dan, zou dat dan voor mij te horen zijn? Ik hoop het. Nee. Ja?
Ja, weet je, ik wil daar ook helemaal zelf niet bij stilstaan. Want dan zijn er zoveel stukken die ik niet op zou kunnen nemen of mogen nemen. En voor mij heeft dat nou helemaal niks met muziek te maken. Ik bedoel, ik heb een bepaalde visie of een bepaald gevoel bij dit stuk. En dat probeer ik over te brengen op het publiek. En dat is dus bij iedereen, heeft daar een ander idee bij. Dus dat, ja, dat is natuurlijk heel, heel persoonlijk. Thank you.